Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik had gevraagd aan jullie op Instagram om vragen voor ons achter te laten en dat hebben jullie gedaan. Dus vandaag gaan we die beantwoorden. We doen een Q&A. En zoals jullie op Instagram misschien wel hebben gezien, heb ik mijn enkel gebroken. Wat wil je het liefst bereiken met Jero in de menssport? Zo hoog mogelijk. Ja, zo hoog mogelijk eigenlijk inderdaad. Ik denk dat we best wel ver kunnen komen met Jero. Ik zou heel graag ook op de Olympiade met hem willen rijden. Dat zouden we super gaaf vinden. Dus hopelijk 25 juli is districtkampioenschap dressuurvaardigheid outdoor van Men District West. En daar gaan we dan aan meedoen. En dan hopen we dat het heel goed gaat. Wat wil jij met een bereikende menssport? Zo hoog mogelijk. Nee, maar ik wil heel graag Shetlanders natuurlijk. Ja. Dus dan mag jij met Jero. Lotte wil heel graag 2 spa Shetlanders gaan mennen. En dan met Jero rijden. En dan achterop bij mij met Jero. Gaan we samen op een wedstrijd, jij met je 2 Shetlanders en ik met Jero. Nou, volgende vraag. Bij hoeveel volgers zou je tevreden zijn? Dat vind ik een lastige. Het liefst zou ik in ieder geval 10.000 willen. Dat klinkt misschien een beetje heel stom. Op Insta of? Ja, allebei. Ja. Maar tevreden zijn. Ik ben nu ook tevreden. Maar het is leuk om te groeien. En leuk dat mensen jou willen volgen. En het leuk vinden om jouw foto's te kijken. En te liken. En reacties erop. En dat je met je volgers kan praten en zo. Dus ja, dat vind ik eigenlijk heel leuk. En dan maakt het niet zo heel veel uit hoeveel volgers je hebt. En jij? Of maakt het jou niet uit? Jij volgt mij gewoon. Ja. Wat is het leukste dat je ooit met Jero hebt gedaan? Ja, we hebben hem nog niet heel lang. Lotte die heeft hem sinds 2017. Dus 3 jaar. Bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar. Niet 3 jaar. En ik verzorg hem nu bijna 2 jaar. Ook snel gegaan hoor. Ja, meer zo'n verzorgster was Marjolein. Toen kwam Tijmen, heeft ze ook nog een tijdje gedaan. Ja, toen kwam ik. Toen had ik niemand en toen kwam Lara. Ja, toen Lotte was toen heel erg aan Jero was toen, zat niet zo lekker in zijn vel toen. Ik heb je nog wel zien struggelen toen. Toen dacht ik, zal ik haar gaan helpen? Wij hebben het aan jou gevraagd of jij het wou doen. Toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel een grappige pony. Hij is niet heel braaf, dus dat is leuk. Dus toen dacht ik, eigenlijk wil ik wel verzorgen. Dus toen ben ik heel graag verzorgen. Maar wat het leukste wat ik heb gedaan, over het strand galopperen was wel heel gaaf. En met hem op vakantie, dat was ook heel leuk. Met jouw mennen in het bos, dat was ook leuk. Ja, gewoon op pad met hem. En weer nieuwe dingen beleven. Zoals nu de periode dat hij weer voor de wagen staat. Is weer nieuw. Ik was ook heel verbaasd en heel trots op hem hoe hij het deed toen we hem voor de wagen gingen beleren, zeg maar. Want dat deed hij eigenlijk heel makkelijk en heel braaf. Hij vond het zelf gewoon wat. Het was niet dat hij het niet wilde, maar hij vond het lastig. Want hij vindt het echt superleuk. Dus ja, vooral mennen. Het is leuk mennen. En met de nieuwjaarsreceptie van dit jaar. Oh ja, dat zo, toen ging iets echt cool, echt goed. Ging die hard door die bak heen. Die video zou ik even in het i'tje zetten. Als dus je dat ja, niet vergeet. Nee, ja, inderdaad. Dus eigenlijk heel veel dingen. Heel veel leuke dingen met hem gedaan. Is er iets wat je wil verbeteren? Nou ja, nu met Jero eigenlijk het mennen, de stelling. Zodat dat beter gaat, dat hij wat soepeler is. Die lekker kan buigen en zo. Maar nu, voor mij zit dat er nu even niet in vanwege mijn been. Voor mij wel. Voor jou wel, ja. Maar je gaat ook gewoon lekker mee. Ja, en met rijden ook gewoon dat het gewoon lekker gaat. Dat hij niet gaat staken. Dus dat het gewoon allemaal lekker gaat. Wat vind je het leukst dat je bij Go Social zit? Ja, zoals jullie misschien weten zit ik bij Go Social Creators. En zij helpen me nu om alles te verbeteren en zo. En ik vind het heel leuk om meer te leren.
En waardoor ik beter mijn social media kan onderhouden. En er zijn heel veel leuke dingen die je door hun kan gaan doen. We gaan naar Indoor Brabant, Go Social Party. Zou je ooit merchandise willen hebben? Ja. Ja, maar nu is het een kwestie van uitvoeren. Ja, zeker. En ook een beetje wat we willen. Want ik wil eigenlijk... Ja, we willen sowieso... Nou ja, kleding. Dus gewoon polo's en trui of zo. Maar ik wil ook heel graag dingen voor het mennen. Want dat... Ik word opgegeten. Dat heb je niet echt. Iedereen is van het rijden. En wij zijn van het mennen. Lola maar, ook. Jaylin nu ook. Ja, Jaylin van Lola Shetlander nu ook. Maar ik zou heel graag dus merchandise willen hebben. Wat met betrekking tot het mannen. Ik weet alleen niet zo goed wat. Dus als jullie ideeën hebben, laat het weten in de comments. Dan kunnen we daar naar kijken. Wat vind je leuker? Dressuur of springen? Dressuur. Ik ben echt een dressuurmeid. Ja, springen. Ik wil het wel, maar... We hebben niet dus echt een goede pony ervoor. We hebben niet echt een perfecte pony voor. Ik spring niet op het paard van mijn moeder. Want dat is gewoon... Ja, dat doe ik gewoon niet. En op Honky spring ik eigenlijk ook niet. Want Honky kan zijn voeten niet eens op te over één balk. Ik wil spelen. Ja, en dan komen we op de volgende vraag meteen heel mooi. Hoeveel paarden heb je? Hoeveel paarden heb ik? Nou, ik heb 2 paarden. Die van mezelf, Jere natuurlijk. En die van mijn moeder, Don. En nog een verzorgpony, Honky. Maar Honky verzorg ik nu al bijna 4 jaar. Heb ik uitgerekend. Ik zag laatst een foto en ik verzorg hem nu al bijna 4 jaar. Dat is echt lang. Dat is echt heel lang. Maar ik had Honky al voordat ik Jero kreeg, dus toen mocht ik Honky gewoon blijven zorgen. En ik doe Honky in het weekend. En hoeveel paarden heb jij? 0. Nou. Een klein beetje Jero. Ik heb voor een en klein deel Jero en Honky ook wel. Ja, mijn Honky doe ik ook wel eens, ja. Dus eigenlijk heb je in totaal 1 paard. Als je al 3 bij elkaar doet, ja. Nou, zo. Officieel heb ik er geen, maar ik heb dus... Veel verzorgpaarden. 1 echte... Officiële verzorgpony. En dat is Jero. Daar doe ik het meest mee. En dan Don doe ik dan rijden. Omdat, nou ja, die heeft nu dan ook Demi erbij. Maar Don doe ik dan af en toe rijden. Dat is gewoon ook handig. Dat ik gewoon een paar doe. En als ze met Honky, nou ja, in de problemen zitten, wil ik niet zeggen. Maar als er wat extra nodig is, dan doe ik die ook. En bijvoorbeeld als Lotte... Bijvoorbeeld een hele week moet doen. Zij doet niet de hele week Jero. Dus dan doe ik op de dagen dat ik dan Jero of Don doe, doe ik dan ook Honky. En soms dan moet tot ik... Tot nu toe heb ik hem 7 tot 9 weken fulltime, mijn pony. Ja. Nee. Not. En soms als ik er dan 3 moest doen, dan ging ik Lotte ophalen. Want dan konden we ze samen doen. Want 3 in je eentje op 1 avond is best wel veel. Heb je ergens spijt van... Dat ik donderdagavond naar springles ben gegaan. Ik heb... Omdat ik daardoor nu in het gips zit. Ik heb eigenlijk spijt meer over gewoon mijn paarden. Ach, vanuit... Niet met de paarden. Maar gewoon uit mijn normale schoolleven heb ik best wel veel spijt van vroeger. Ja? Ja. Ik ben verhuisd. En toen moest ik naar een andere school. Of ik kon daar op dezelfde school blijven. En toen heb ik gekozen om naar een andere school te gaan, maar ik heb spijt dat ik niet op die andere school ben gebleven. Oh, ja. Want anders had ik, als ik in groep 8 had gezeten, zat ik met Dani in de klas. Ah, ja. Maar ook gewoon, ik had er vet veel vrienden. Ja. Ik had geen vrienden, behalve Lala. Daar nu zit je op de middelbare school, dat is ook weer een hele andere school. Ja, maar vreselijk. Achteraf dan zat ik denk nu... Ik ga mijn school ook niet afmaken, heb ik besloten. Ja, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt, dus ik ga zorgen dat zij hem wel afmaakt. Zou je ooit een keer dressuur willen rijden? Hebben we alle 2 gedaan. We hebben zelfs officiële wedstrijden gereden. Allebei in de L1 zitten we. Lotte heeft nog een startkaart. Ik niet meer omdat ik een mens startkaart heb aangevraagd. Maar met mennen doen we dus ook dressuur en dan zitten we in de B nog. En we komen niet verder als dan de B. Dat gaat nog niet zo goed.
Maar dat komt vanzelf wel goed. We gaan wel steeds beter, maar nu... Even niet? Nu even niet. Even nu heel lang niet? Nee. Laten we maar zeggen. Ja. Yeah. We moeten even kijken hoe dat gaat, verder gaat gebeuren. Wie was je eerste verzorgpony? Nou, die van mij was Lotje. Volgens mij was dat een Welspony. Dat was een manegepony. Op onze manege kan je manegepaarden en ponies verzorgen. En die van mij, nou dat was heel lang geleden. Ik zal een fotootje bijvoegen. Zien jullie schattige Lara. Kleine Lara. Met Lotje. Dat was mijn eerste verzorgpony. Wie was mijn eerste verzorgpony? Dat was Bowie. Oh, Bowie. Ja, die ken ik nog wel. Daar heb ik nooit op gereden, want toen was ik al te groot. Ja, dat was mijn eerste verzorgpony. Het was echt mijn vriendje. Ik zal ook even een foto daarvan bijvoegen. Ja. Die is toen, dat was ook een manegepony. Ja. En toen later is die verkocht. Ja. Ja, Lotje trouwens ook, maar die verzorgde ik er niet meer. En ze leeft nog steeds. Bowie ook. Maar Bowie is heel dement geworden. Als je hem, ze zeggen, als je hem bij ons achter het pad loopt, dat je zo de sloot loopt. Oké. Okay. Maar dat geloof ik niet. Ik denk het echt niet. Nee, dat denk ik ook niet. Mis je Rosa en Vivio? Ja. Ja. Jij ook? Ja. Ja, tuurlijk mis ik die. Zit op mijn voet, jongen. Want ik heb ze bijna 12 jaar gehad. En nu zijn ze al bijna een jaar verkocht. Ze gaat ook heel snel. Maar ik heb nog gewoon goed contact met de nieuwe eigenaar. En ik mag gewoon langskomen als ik wil. En ik heb geen spijt van dat ik ze heb verkocht. En Lotte... Ja, want waren mijn vriendinnen. Ja. Die deed ook, die heeft leren mennen met Rosa Vivion. Wat? Je eerste ervaringen met het mennen. Zou je graag een eigen paard willen? Ja en nee. Want... Veel werk, kost veel geld. Kost veel geld, ja. Maar het is wel leuk. Maar het, ja. En, nou ja... Jero is... Ik kan met alles met Jero doen, dus eigenlijk... Is het een beetje mijn eigen paard. Lijkt me wel heel erg leuk. Want dan, ja, dan kan ik weer, wil ik een jonger paard, zeg maar. En dan helemaal ook weer zelf opleiden en zo. Dat lijkt me wel heel erg ja. Leuk. En ook mijn mensensport. Opleiden. Duk voor de wagen. Duk voor de slee. Dus ja, dat lijkt me heel erg leuk, ja. Ja. Nou, dan gaan we het, ik heb een heel mooi been nu. Een mooi blauw been, want de gipsman dacht dat is mooi bij je haar. Ik help donderdagavond dus met Don, springles. En hij had al maanden niet gesprongen, want zijn zadel zat niet lekker, hij zat niet lekker in zijn vel. En daarvoor waren ook wel dingen dat ik niet naar de springles kon. Toen met inrijden merkte ik dat hij wel wat fris was. Maar met instappen, met draaf ging het goed, totdat we in de linkergalop gingen galopperen. En toen gaf hij al wat kleine bokjes. Maar omdat hij eerst niet goed in zijn vel zat en zo, toen deed hij ook in de linkergalop wat bokken. Nou, toen gingen we naar de rechterkant. Toen dacht ik, ik ga eerst even rustig draven. Dus ik ging rustig draven in een ene. Voem! Vier benen de lucht ja, in. Sprong die lucht in. Toen gooide hij zijn kont opzij, maar Lara dacht, ik ga rechtdoor. Dus die had geen balans meer in het zadel. Op een gegeven moment kwam ze terug in het zadel. En toen ja, knikte. Met mijn voet in de beugel. Toen knikte ze om terwijl ze viel. En we dachten dat het gekneus was. Totdat we de volgende ochtend wakker werden. Toen was het... Ja. Ik kon er niet meer op lopen en het was heel dik. Dus toen zijn we naar de huisarts gegaan. Die heeft me doorgestuurd naar het ziekenhuis. Toen moest ik röntgenfoto's maken. Daar zagen ze iets op. Maar ze wisten niet precies wat. Ze hebben met twee artsen ernaar gekeken. Dus toen moest ik een CT-scan laten maken. En toen toevallig was diegene die me voor de CT-scan kwam halen en zo, was iemand die ook op de manege rijdt bij ons. Dus dat was wel een beetje apart en grappig. Dus toen een CT-scan gemaakt, daar zagen ze het op. Wat er was gebeurd, maar dat hadden ze nog niet echt tegen ons verteld. Dus toen moesten we naar de spoedeisende hulp. Daar moesten we heel lang wachten. Toen werd ik geroepen en toen werd er gezegd, ja, je hebt je sprongbeen gebroken. Zo'n botje. Half verbrijzeld, ja. Ze lieten me de scan zien. Er is één stukje helemaal doorgebroken. En voor de rest allemaal scheurtjes erin. Maar je sprongbeen, dat zit dus
tussen twee grote botten in je enkel. En die hebben hem gewoon geplet. Zoals een walnootkraker, zeg maar. Een soort van zo'n kraker. Nootkraker. Ja. Dus die is helemaal kapot. En dat bot heb je nodig om op te staan. Om je hele gewicht te dragen. Dus die moet goed genezen. Dus ik zit nu een week in gewoon gips. En aankomende vrijdag dan krijg ik kunststofgips. Is dat dan beter? Dat is volgens mij wat lichter. Het is ook sneller helemaal hard en droog. En dan moet ik 6 tot 8 weken nog in dat gips. Dus voorlopig ben ik helemaal uitgeschakeld. Dat betekent, nou ja, we hadden het district kampioenschap vaardigheid af moeten zeggen. Go social party moet ik nog gaan rijden. Go social party moeten we nog even kijken wat we gaan doen. Want ik kan niet mennen tijdens ik die party. Wel. Indoor-Brabant gaan we waarschijnlijk wel heen. Alleen op zondag. Ja, en dan moet ik even kijken. Waarschijnlijk zit ik dan in een rolstoel. En gewoon naar de toe komen lopen, hoor. Ja hoor, ik mag altijd naar de toe komen lopen voor foto's en zo. En bij de meeting greet zijn we gewoon. En dan, nou ja, we hadden ook een oefenmarathon gepland. We hadden het clubkampioenschap behendigheid op de manege. We hadden nog andere manwedstrijden gepland. Allemaal manlessen. En toen dacht Lara, oh, ik ben eerder uit. Dus ik ga meer met springen, dus wat vet dol was. We hadden echt maar het was echt heel druk in de bak. Ja, het was druk in de bak. We waren met 7 mensen, hadden we les. En ze waren allemaal fris, allemaal. Ja, alleen Donnie liet even zien aan iedereen. Hoe goed hij het kon. Ja, en ze zijn balen dat ik gewoon verkeerd terecht ben gekomen in die beugel. Anders had ik het niet gebroken. Want ik ben op die beugel moest gewoon oprotten. Op mijn bil gevallen, op de zijkant van mijn bil gevallen. Dat is op het zand. Dus dat is alleen blauw. Nou, dat voorlopig ben ik dus uitgeschakeld. Ik weet niet precies wat ik ga doen met video's en zo. Maar ik kan misschien wel een keer wat filmen op stal of zo. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Gaan we dat doen. Dan is dit voor nu de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zien we jullie in de volgende video. Tot ziens. Doei!